Hoi man. Hoi man. Hey, Robin. Hey jongens, alle je leuke namen bij die Dirk. Maar waar maakt er raas naar Basilke? Nou, ik ga er wel wat ondervinding bij. Zult dit er nou cool uit en professioneel is? Tja, dat weet ik nog. Dat weer een succes. Nou, nou, nou. Ik krijg ook nog maar drek in mijn bek, man. Nee, dat is weer, dat maakt me net. Maar hoe is zijn eigen trainer eigenlijk? Ja, het lijkt mij. Dat is mij wel aardig. Misschien moet waar eerst maar een koortje aan dan. Dit is hoe een koers die gewoon waar begint. Ja, eerst het hinder uitlaan, even poetsen in mooi maatje. Want het is natuurlijk wel, je bent er wel een beetje op steen natuurlijk. Het eegt wel ik wat. Het eegt wel ik wat. Het is natuurlijk, je kan net mijn held of een pakje touw naar de koers staan, dat kennen. Ja, hij is wat onrustig. Johnny Cash is dit, hè? Dit is Johnny Cash en hij weet al lang wat er aan de hand is. Wilst het hinder klaarmaken wordt van de koers, zoeken wij even bij ons eigen Dirk, die het honger had, wie als altijd. Om hem alvast kennismatje te litten met de koers, zetten we een radio in de stal, zodat het de race van Sjoukje en Johnny Cash aanst volgen kan. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. Met eerst het hinder aan je aan, dan weten ze dat hij mij doet. Met zijn rond van tevoren wieten. Hallo, goedemiddag. Was al aangegeven, reeds. Oké, nou, dat. When all at once a mighty herd of midnight cows he saw, plowing through the ragged sky, and up a cloudy draw. Ik heb hem zien tuig op lijn en ik heb, normaal krijgen ze dan beenspullen aan, maar ik in de warming-up ging ik net zo heel erg hut, dus dan hoeft hij nog niks aan zijn voeten. Soms als ze heel hut gaan, dan worden ze wel eens ergens in aanskaaien. Maar als je gewoon net altijd hut rijdt, dan is dat wel goed. Dus dan heb ik hem inspant, dus hij stiet nou via de eigen kleer. Dus dan wachten we tot we aan de beurt binnen en dan doen we een paar rondjes. Als we dan toch even wachten matten, kunnen we eens even jaren hoe er in vol verkeer hoe uw trainster tocht wordt. Hebben we daar een goeie in, hoor? Ja, dat mag je wel brengen hier. Ja, ik ken Sjoukje wel. Ja, dat is wel een goede trainster, ja. Het mooiste meisje van de koers. Ja, hebben jullie goed gedaan. Daar ben je maar ik mee. Ik weet geen beter. Ik heb er volledig vertrouwen in. De buitenzorg, dat komt wel goed. Mooi, dan geven we er even uit. Ze willen hem graag weer terugkopen. Ja, dat zo? Wel 100 keer voor wat hij daar zogenaamd waard was. Nou, dat weet u wel genoeg. Start over 1 minuut. Het is tijd voor de koers. De sulky hing het achter het hinder en Sjoukje is vol vertrouwen. Eigenlijk is hij heel goed en hij moet, als je maar geen pech hebt onderwijs, dan kunnen we normaal wel winnen. En hoe belangrijk is deze koers? Ja, alle koersen zijn belangrijk, want ik wil namelijk altijd winnen. Start over 20 seconden. Oh, maar. 50 meter, start gevallen. Sjoukje had een drege start. Nou, dit is dan mooi waardeloos. Ze zitten er mooi. Klopt niet. En dan wordt ze echt nog eens dwars zitten. Nee! Dat had ik houden op, man, gek! Ziet toch iedereen wat je nou doet? Maf, Kees! De rechte lijn voor de tribune in. Ook Johnny Cash die start een demarrage. En doet dat in het buitenste spoor. Sjoukje weet dan al dat het Joert niet wordt. Nou, dit is dus een waardeloze kutkoers, hè? Sjoukje en Johnny eindigen in het midden als zande. En ze is benamen lulk op de noemer zon. Ongelooflijk, ben jij een hork? Je bent 3 minuten aan het racen en dan ben je de hele dag even kwijt. Ja, nou ja, zei het. Ja, maar als je winnen, dan is dat, dan ben je dat ik zelf weer kwijt. Maar wij hoorden net won, dus ik zit er nog even mee. Maar Dirk had genoten van de brokjes.